professioneel. Dan gaan we even een stukje ons vak in. Ligt dit in hetzelfde vlak als die? Totaal een vormgeversconcept als die andere twee pan. Mm-hmm. Dat denk ik heel gepast bij mijn opdrachtgevers. Die krijgt een hele monumentale uitstraling. We staan ook in de groene omgeving. We hebben altijd gehad dat we graag wat voor het zouden willen. Nou, dit was een unieke kans om dat binnen het geven te krijgen. Dat willen we eigenlijk wel heel graag voortzetten. Ja. Alleen we zaten altijd in een gehuurde omgeving en we hebben altijd gehad dat we graag wat voor het zouden willen. Nou, dit was een unieke kans om dat binnen hetgeen wat wij graag wouden doen, ja, te gaan ontwikkelen. Ja, dus we gaan onze droom bouwen hier. Ja, hartstikke mooi. Dat is de spreekwoordelijke conditie waar je daarvoor staat. Hartstikke mooi. Wij vragen vaak voor deze panden een verticale uitstraling. We willen het niet al te horizontalig hebben om een soort grachtenpand idee te versterken. Hier doe je dat vreselijk handig, want in wezen virtueel lopen die door. En dan kan je zeggen, dit is het huis, dit is het penthouse en halverwege hier gebeurt wat. Wat ik heel mooi vind is dat we hele robuuste messenwerkpanels maken en dan echt. Dus ja. En het kozijn achter dit hier. Ja. Waardoor het een hele monumentale uitstraling krijgt. En ik zeg, denk aan een robuuste bruine kleuren metselwerk. Ja. En dan heb je een hele mooie symmetrie in die voorkant. Ja. En vervolgens ga ik zo'n spel spelen. Ik wil daarboven, dan ziet u de erker getekend. Dat heeft ook te maken met het witgestukte pand ernaast. Die heeft ook een erker. Ja. Ik wil niet hebben dat ze bij elkaar naar binnen kijken. Ook het zicht richting Lonneke is weer prachtig. Ja hoor. Dus ik wil een soort haak maken met een glazen hoek erin. Mm-hmm. Nou, wat heel mooi is, kwam ik achter, is van, en dat komt ook voort uit de architectuur. Mm-hmm. Rechts heeft Rijtsma het wit gestukte huis gemaakt. Okay. Die atelier. Ja, dat is die met die galerie eronder in. Juist. Ja. En links, ik heb hem al bij me, dat is mijn, dat is eigenlijk een beetje mijn leermeester. Dat is André Beums, die heeft dit gepresenteerd. Post geleden. Ja, dat was ja. Dus ik heb dat ding een beetje technisch voor me uitgetekend. Oh, leuk. Maar die panden zijn vrij laag. Ja. En Marion en Edo die hebben een klein kavel. Ja. Ze gaan beneden werken, dus er wordt een huis boven opgezet, dus je hebt dat programma nodig, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is een enorme kans, kwam ik achter, want ik fiets er langs en ik denk van potverdorie, zeg. Van, we hebben het heel erg gehad over het uitzicht en Edo vond het heel mooi om naar de klokkenstoren te kijken. Ja. En ik vind het uitzicht prachtig richting Lonneke, de Lonnekespoor aan af, dus, ja, dus uit, ja, de stad kijken. Ja. En er zit een soort assen zit erin, dus je hebt dat traphuis, ja, en ik denk van, ja, als je aan de voorkant een prachtig, je kijkt gewoon over, je zit hoog, je kijkt gewoon over die woning, je kijkt gewoon. Je hebt een tussenwoning en op deze manier kun je er een alzijdige oriëntatie maken boven. Mooi, interessante dingen zitten erin die tevoorschijn komen. Ik vond het wel een uitdaging. Dus. Ja, en ook de hoogte. De meeste huizen halen die hoogte niet, dus dat vind ik ook wel prettig dat dat eens een keer gebeurt. Mij boeit dat heel erg, want we vragen aan die spoorlijn, aan die Lonkerspoorlijn, dat statige van een huis, dat komt uit die verticale kolomstelling heel goed uit. Maar dat je daar een beetje swingend doorheen weeft, dat is virtuositeit. Dat is lang niet alle architecten hebben dat weten te vinden. Of die willen het zelfs niet. Maar dit vind ik dus heel erg leuk. Volgens mij hebben we. Je hebt de achtergeven nog niet gedaan, een maquette. Professioneel, dan gaan we even een stukje op ons vak in. Ligt dit in hetzelfde vlak als die beton? Komt er heel iets voor. Goed zo. En ten opzichte van het zwart? Het zwart gaat iets terug. Er gaat ook iets terug. Dat bevalt me al. Want je hebt dus het gevelvlak. En dan komt op een gegeven moment dat metselwerk, dat komt iets naar voren. Ja. En dan krijg je hier weer beton en dan komt het hier weer metsel. En een totaal ander vormgevingsconcept als die andere twee panden. Mm-hmm. Wat denk ik heel goed past bij mijn opdrachtgevers. En ik krijg een hele monumentale uitstraling.